Een vrouw is gisteravond op het PWB-project in het resort Houtuin doodgestoken door haar ex-vriend. De dader wist de woning van het slachtoffer binnen te dringen en wist de vrouw enkele dodelijke messteken toe te brengen. Bij aankomst van de politie bleek het slachtoffer niet meer te leven. De dader is inmiddels aangehouden. Na initiële gesprekken aangaande knelpunten bij de Surinaamse Politiebond heeft de president samen met zijn team van deskundigen gisteren een vervolggesprek gehad met de politiebond. Het versterken van het vertrouwen tussen de minister van Justitie en Politie en de SPB is een van de zaken waarover er een concrete aanpak is afgesproken. Ook zaken zoals de achterstand in administratieve afhandeling van stukken, de structuur van de opleidingen en andere brandende kwesties zijn besproken. De multietnische en multiculturele Surinaamse samenleving vraagt van geestelijke voldoende inzicht te bezitten van de complexe innerlijke opbouw van de Surinaamse mens. De geestelijke zal de taal, de gewoonten, gebruiken, gedrag en karaktereigenschappen van de Sranamang moeten kennen om te weten hoe hij daarmee moet omgaan. Aldus minister Somoharjo bij het openingscollege van de Evangelical School of Theology op dinsdag 15 november. De start van het collegejaar 2022-2023 vond plaats in de Christian and Missionary Alliance gemeente aan de Grote Combiweg.